Hadouir. Schot van Hadouir. En die zit erin. Ja, natuurlijk. Vooral misschien bij Groningen gelijk spelen, dat oog prima. Maar ik denk ook dat ze mogelijkheden hebben gehad op meer. En daar heb je in meer wedstrijden gezien, ook thuis tegen Go Ahead Eagles, denk ik dat ze een aantal grote kansen om zeep hebben geholpen om de wedstrijd te winnen. Dus in dat opzicht kan ik me voorstellen dat ze echt ook uitkijken naar een overwinning. Maar goed, voor ons telt alleen maar uit bij Excelsior, vind ik, dat wij gewoon aan de winnende hand moeten zijn. Ik denk dat zij niet veel andere dingen gaan doen dan dat ze tot nu toe gedaan hebben. Dus ze hebben voorin drie snelle spelers die ze heel goed in stelling kunnen brengen. Wat goed op elkaar afgestemd is. En ze zijn in staat om goed georganiseerd te verdedigen. En ook in thuiswedstrijden dat op die manier te doen. En daar hebben wij in genoeg wedstrijden gezien dat een grote kwaliteit is van Excelsior. Een goede teamorganisatie. En op middenveld een aantal spelers die voor de nodige creativiteit kunnen zorgen. En als je daar niet alert op bent en dat niet goed bespeelt, ja, dan krijg je tegen Excelsior gewoon een hele lastige wedstrijd. En dat vind ik, dat mag ons niet overkomen. Feyenoord is weg met Jurgensen. El Amadi kiest positie. Bassat Çikoglu komt eraan. Jurgensen maakt het zelf af. En verslaat Marsman in de korte hoek. Het staat 2-0 voor Feyenoord. En de punten gaan naar Rotterdam. Natuurlijk het resultaat natuurlijk niet positief. En ook dat hij eigenlijk uit individueel slecht verdedigen zeg maar, voortkomen. En waardoor je dus die wedstrijd op die manier in de tweede helft verliest. Maar als je kijkt naar onze intentie van spelen en de manier waarop wij ruim 70 minuten denk ik goed hebben gedaan, dan hebben wij ons ook van de goede kant laten zien, denk ik. Nu had je Celina vorige week ook al niet tot je beschikking. Ga je dat op dezelfde manier oplossen? Ja, dat weten we nog niet. Deze wedstrijd is natuurlijk heel anders als vorige week tegen Feyenoord. Er ontstaan andere ruimtes. Tegen Feyenoord is het natuurlijk zo dat Feyenoord misschien meer aan de bal is in verhouding dan wij. En tegen Excelsior is het misschien wel andersom. Dus dat vraagt misschien wel weer een hele andere invulling van bepaalde posities op het veld. En daar moeten we gewoon heel nog goed naar kijken wat dan voor deze wedstrijd het beste is om te kunnen winnen.